De startende werper voor het Nederlands honkbalteam in deze zeer belangrijke en eigenlijk wel cruciale wedstrijd is Rob Kordemans. Geen verkeerde keuze natuurlijk van Brian Farley, want je kiest voor iemand die ervaring heeft. En we weten dat Rob Kordemans degene was die de finale in het wereldkampioenschap gooide tegen Cuba. En vandaar dat Brian Farley de bal aan Rob Kordemans geeft. Navarro is de aangewezen slagman, de nummer 4 in de line-up. Pitch aan de buitenkant. Kordemans kan die bal prachtig oppakken. Dat is de derde nul. Scoren 0-0. Dit is de aanvallende line-up van het Nederlands team. Michael Duursma is de nummer 1. Dan Stacia 2. Kurt Smit. Dan Kalian Sams. Nummer 4, de clean-up man. Wesley Conner. Nummer 5, Dwayne Kemp. Is de aangewezen slagman van Heidoren, Rombly en Urbanus. Met 2 uit staat Kurt Smit op het eerste honk. 2 slag en 2 wijd. De pitch. Die wordt omhoog geslagen en die gaat vallen. Die valt over de tweede honkman heen. Kurt Smit die gaat door naar het derde honk. En die aangooi die was goed. Nu gaat Kalian Sams ook naar het tweede honk. Juist. Goed honklopen van het Nederlands team. Die aangooi vanuit het rechtsveld was heel goed naar de derde honkman. Hier nog een keer de swing van Kalian Sams. Die bal gaat over de tweede honkman heen. Dan die rechtsvelder. En kijk eens. Ja, die maakt een hele mooie aangooi. Maar de derde honkman heeft de bal niet onder controle. En zo is Kurt Smit in op het derde honk. En gaat Kalian Sams naar het tweede honk. Belangrijk voor het Nederlands team om een vroege voorsprong te nemen. Zeker als je weet dat Rob Kordemans de werper voor het Nederlands team is. De slagman is Wesley Conner. Ja, die bal is goed. Die wordt hard geslagen naar het middenveld. En dat is het eerste punt voor het Nederlands team. En Kalian Sams wordt tegengehouden op het derde honk. Mooie hit van Wesley Conner. En zo is Nederland op het bord. Hier de pitch hoog in de zone. En hij maakt er uitstekend gebruik van. Door de bal midden door te slaan. Hard naar die middenvelder toe. En dat is ook de reden waarom Kalian Sams moet stoppen op het derde honk. Dwayne Kemp vandaag de aangewezen slagman, omdat er een linkshandige werper is. Die bal komt naar hem toe en Conner zit ertussen. Maar Kalian Sams gaat proberen te scoren. En dat lukt. En Conner die gaat door naar het derde honk. Ja, zo kom je gemakkelijk aan de punten. Een opgezet spelletje van het Nederlands team. Maar we zien wel de enorme snelheid van Kalian Sams. Let op, hij wordt afgepikt. En let op Sams. Die gaat direct bij de aangooi van de eerste honkman. En dan is de aangooi in ieder geval te laat. En ook nog eens uit koers. En dat is het tweede punt voor Nederland. En op die foute aangooi kan ook Wesley Conner naar het derde honk gaan. Prima start voor het Nederlands team. 2 snelle nullen in de inning. Maar nu toch 2 punten op het bord. En die bal wordt geslagen naar de korte stop. Die pakt hem. En deze aangooi is goed. Kemp gaat uit op het eerste honk. Maar het Nederlands team scoort 2 belangrijke punten in de tweede helft van de eerste inning. En leidt dus met 2-0. Vicaroa, de slagman in de eerste helft van de vierde inning. Hij speelt in het middenveld voor Spanje. En hij is de nummer 3 in de slagvolgorde. 2-2. De pitch van Kordemans wordt geslagen naar de derde honkman. Duursma, de lange aangooi. Prachtig gepakt van Kurt Smit, zeg. In de grond en met die grote eerste honkhandschoen. Uitstekend gepakt. En dat is zo lekker om als infielder naar zo'n eerste honkman te gooien. Hier Duursma, die moet iets naar achteren. Dan die aangooien, let op. Die is in de grond en dan prachtig gepakt
door Kurt Smit, de eerste honkman. Zo help je je binnenvelder. Navarro is de aangewezen slagman van Spanje, de nummer 4 in de volgorde. De pitch op Navarro wordt hard geslagen door het midden. Het is Stacia met een prachtige actie en schitterende aangooi. Deze Navarro is niet de snelste honkloper, maar hij raakte de bal heel erg hard. En het was een prachtige actie van Stacia. Curveball, hard geraakt. U ziet dat, middendoor. En let op die actie. Snel zijn voeten in beweging. En hij weet nu dat hij alle tijd heeft. Snel op zijn voeten en een prachtige aangooi. Zo word je geholpen door je veld. Twee keer al in deze inning. Nu is het de korte stop, Stacia. Twee uit. Curveball. En nu is het Cordeman zelf die de bal pakt. En dat is een mooie verdedigende inning van het Nederlands team. 3-0 op rij door goed verdedigend werk. Spanje kan niet scoren. Dwayne Kemp is de eerste slagman in de tweede helft van de vierde inning. Met een voorsprong van het Nederlands team. 2-0. Eerste man in een inning wil je eigenlijk altijd op het honk hebben. En dat is ook de reden waarom Dwayne Kemp deze bal, die mooi in de zone komt, laat lopen. Want hij wil de werper onder druk zetten. En nu wel een mooie stootslag. Heel scherp. Het is de derde honkman en hij is in. Een stootslag-honkslag voor Dwayne Kemp. Hier, laat draaien, dan een scherpe hoek. Hij gaat prachtig over die grasrand. Dan die derde honkman. Wel een sterke aangooi. En de scheidsrechter beslist dat hij gelijk is. Van Heindoorn, dan de volgende slagman. De bal wordt hard geslagen naar de derde honkman. Die kan naar de tweede honkman gooien. En dat is een mooi dubbelspel van de Spanjaarden. Bal hard geraakt. Maar ook haast recht op de derde honkman af. Met twee uit dan Danny Rombly. Bal geslagen. Knuppel gaat stuk naar de derde honkman. Sterk aangooi. En dat was ook een goede verdedigende inning van Spanje. En het Nederlands team kan de score niet verder uitbreiden. En het blijft dus naar 4 volledige innings. 2-0. In de zevende inning is Spanje aan slag en is 1 uit. 2-2 op Navarro. De curvebal wordt goed geraakt. Die gaat naar het linksveld toe. En dat is een honkslag van de aangewezen slagman van Spanje, Navarro. Het is pas de tweede hit van de Spanjaarden in deze wedstrijd op Rob Cordemans. De bal blijft ook iets te hoog in de slagzone. En Navarro profiteert daarvan. Door deze bal keurig naar het linksveld te slaan. Golindano is dan de volgende slagman. 1 uit en een honkloper op het eerste honk. De pitch van Cordemans gaat omhoog. Die gaat ver, maar niet ver genoeg. Het is Wesley Conner met een vangbal. De wind staat van het linksveld naar het rechtsveld. De temperatuur is ook wat lager. En dat heeft absoluut zijn invloed op hoe de bal geslagen wordt en hoe ver die gaat. Dit is een makkelijke vangbal voor Conner. De tweede nul in deze zevende inning. Riera is dan de volgende slagman. Dat is de eerste honkman. Een linkshandige slagman. 1 keer 4 wijd gehad in deze wedstrijd. En 1 keer 3 slag gekregen. Prachtige pitch, laag aan de buitenkant. Ja, de Spanjaarden gaan een beetje klagen bij de scheidsrechter. Ik denk dat ze dat niet gaat helpen. Op dit moment heeft Cordemans 96 pitches gegooid. 66 slag en 30 wijd. Curveball. Prachtig. Tweede slagbal. Ontzettend moeilijk te slaan natuurlijk, zo'n bal die naar beneden duikt. Dus eigenlijk maar één moment dat je die bal goed kan slaan. De pitch op Riera is een fastball hoog voor 3 slag.
En zo geen score voor de Spaanse ploeg. Uitstekende pitching van Rob Kordemans hier hoog in de zone. Drie slag. Dat is zijn negende keer drie slag in deze wedstrijd. In de tweede helft van de zevende inning met twee uit is het de nummer 9 in de line-up van het Nederlands team, Nick Urbanus. Bal wordt geslagen door het midden en daar kan de tweede honkman niets mee doen. Goeie slagbeurt van Urbanus. De slagman is Michael Duursma. Bal wordt geslagen naar het rechtsveld. Die wordt niet gevangen, die gaat er langs. En Urbanus kan naar het... En Urbanus gaat nu naar thuis. Aangooien is op tijd en hij is uit. Veel risico genomen omdat de tweede honkman de bal niet onder controle kreeg. Nogmaals, die geslagen bal van Michael Duursma. Die gaat naar het rechtsveld toe. Hier krijgt de rechtsvelder die bal niet direct onder controle. Dan gooit hij hem naar de tweede honkman. Ja, die krijgt hem hier ook niet onder controle. En dan besluit Urbanus naar thuis te lopen. Maar de aangooi is op tijd. Stoppen, kijken en beslissen om naar thuis te gaan. En dan is de bal op tijd en de tikactie is goed. U kijkt naar de nieuwe werper van het Nederlands team. Dat is Tom Stuifbergen. Hij lost Rob Kordemans af. Kordemans gooide 7 innings. Kreeg geen punt tegen. 9 keer 3 slag. 1 keer 4 wijd. 2 honkslagen tegen had Kordemans in deze wedstrijd. Een uitstekende prestatie. Tom Stuifbergen, prof bij de Minnesota Twins. En ook een nieuwe catcher in de verdediging van het Nederlands team. Quinten de Cuba is de nieuwe catcher. En bal wordt geslagen en goed voor een honkslag naar het rechtsveld. Dat was Flores, de catcher. Op een bal laag aan de buitenkant. Ja, goede pitch van Stuifbergen. Maar daar kan niemand wat aan doen. En zo hebben de Spanjaarden dus een honkloper op het eerste honk met 0 uit. Ik zei het u al, in de zevende inning was de wedstrijd al op de lijn met Rob Kordemans. Nu in de achtste inning precies hetzelfde. Elke pitch gaat tellen. De slagman is Perez. Néstor Perez. En weer een stootslag die goed wordt verwerkt door Stuifbergen. En een aangooi op de tweede honkman Urbanus die het honk had overgenomen. De nummer 9 is Salazar. Speelt op het tweede honk. En slaat de bal fout. Curveball en een prachtige strikeout. Hele belangrijke nul. Afwisselend gegooid door Tom Stuifbergen. Salazar is de tweede nul. Kijk eens hoe die bal naar beneden breekt. Prachtig. En zo gaan de Spanjaarden naar de top of the order. De eerste slagman. Dat is Martinez. De bal wordt geslagen en die gaat gevangen worden. Oh, de prachtige vangbal van Danny Rombly. Die bal leek te vallen. Maar de actie van Danny Rombly is uitstekend. Ja, de coach van het Spaanse team gaat er nog even uit. Maar we gaan de bal volgen. Martinez slaat de bal naar het rechtsmidveld. En let op de rechtsvelder. Danny Rombly, hij lijkt hier te vallen. Hij gaat ervoor. Backhand duiken. En ja hoor, hij heeft hem. Wat een schitterende vangbal. Dit zijn de acties die wedstrijden beslissen. Een prachtige actie van Danny Rombly. En dus geen score voor het Spaanse team. De stand blijft 2-0 in het voordeel van Nederland. U
Je kijkt naar de nieuwe werper van het Nederlands team. Ja, het beeld bedriegt niet. Dit is Luuk van Mil. 2,15 meter lang. Hij moet in de negende inning de laatste drie nullen maken. En hij is de langste speler in het professionele honkbal in Amerika, inclusief de Major League. De pitch van Mil op Tavares, fastball. En dat is een honkslag door het midden van Tavares. En zo de Spanjaarden een honkloper op het eerste honk. Oei, oei, oei. Figueroa is de volgende slagman, dat is de nummer 3. Die slaat de bal en die is ook goed. Dat is ook een hit. En zo honklopers op het eerste en tweede honk. De pitch van Vermeel aan de buitenkant, maar wordt goed geraakt door Figueroa. En dat is dus ook een honkslag. De slagman is Navarro. Wat een spanning hier in Rotterdam. Het Nederlands team heeft natuurlijk nog wel een voorsprong, 2-0. Maar Spanje heeft 2 honklopers en nog niemand uit. Oh, en deze is ook wijd. 3 wijd, 1 slag. Ja, hij is echt aan de binnenkant wijd. Hij beweegt wel goed. Nou, dit is dus wel een goede situatie voor Navarro om te kunnen slaan. Slagbal van Vermeel, hoog in de zone. Daar wilde Navarro eigenlijk wat te veel doen, want deze bal is wijd. Het had de vierde wijdbal geweest. Wat kan Luuk van Mil tegen Navarro? Misschien wel de belangrijkste pitch in deze wedstrijd tot nog toe. Bal wordt omhoog geslagen en dat is een vangbal. Belangrijke eerste nul. Luuk van Mil komt uitstekend terug. Nadat hij 3 wijd 1 slag achter stond, is Navarro de eerste nul. Golindano is dan de volgende slagman. Ik geloof dat je hiervoor naar het stadion gaat om honkbal te volgen. Het is zo spannend. Iedere pitch telt. 2 slag en 2 wijd. 1 uit. Honklopers op 1 en 2. De pitch is naar de tweede honkman. Oei. Dat is een uit op het eerste honk. Belangrijke tweede nul, maar de honklopers die schuiven wel een honk op. Riera is de slagman. 2 keer 3 slag gehad in deze wedstrijd. En dat is een slagbal. Hard aan de binnenkant. Kan Luuk van Mil de deur op slot zetten? Pitch is aan de binnenkant. En dat is de tweede slagbal. Honklopers op het tweede en het derde honk. De pitch is goed. 3 slag en het Nederlands honkbalteam wint de hele belangrijke wedstrijd tegen Spanje met 2-0 door 2 punten in de eerste inning te scoren. Rob Kordemans gooide een fantastische wedstrijd, kreeg 0 punten tegen. Dan in de 8e inning Tom Stuifbergen. En in de laatste inning is het Luuk van Mil die de deur op slot zet. Het Nederlands team wint van Spanje met 2-0.